Oh, dokter Groothuis. Sorry, ik wist niet waar naartoe. Nee, geef niet. Kom binnen. Pieter. Ik kreeg hem niet mee. Waar is hij thuis? Zo warm. Zo warm. De lichaamstemperatuur. Dit kan in korte tijd tot de dood leiden. Grootschalige evacuaties aangekondigd. De overheid adviseren dan ook dringend om... Noord-Holland gaat inmiddels code rood. Dokter Groothuis, sorry, ik wist niet waar naartoe. Nee, geef niet. Kom binnen. Voorzichtig. Langzaam. Pieter, ik kreeg hem niet mee. Waar is hij thuis? Zo warm, zo warm. En ik ben in paniek weggerend. En ik heb... de sleutel. Rustig. Wacht even. Ja, drink even wat. Ja. Welk nummer wonen jullie ook weer? 36. Anouk, wakker worden. Anouk, wakker worden. Mevrouw Scholte zit beneden. Zorg jij dat ze voldoende vocht binnenkrijgt en dat ze verder afkoelt? Hé, wat? Nou, kom op, Anouk. Sta op. We hebben hier geen tijd voor. Aankleden. Allebei. Help jij niet met de baby en zeg tegen dat vriendje van je dat hij zich ook eens nuttig maakt. Hij heet Sam. Hey! Mam. Kom op. Kut! We gaan lopen, het is vlakbij. We? Ik krijg hem niet alleen hier, zonder auto. Mam, het is hier geen ziekenhuis, hè? Je kan niet zomaar iedereen naar binnen laten. Kun jij hier een half uurtje de boel in de gaten houden? Mooi. Kom. Doe eens aardig. Sam is mijn vriendje, hè? Niet zoals jij met al je scharrels. Ik snap dat schoonouders ingewikkeld zijn, maar dit... Stil jij. We zijn zo terug. En mijn moeder is mijn moeder. Meneer Scholte! Pieter, bent u daar? Weet je zeker dat hij thuis is? Ja, volgens Anneke wel. Hallo? Is daar iemand? Ze kunnen toch niet allemaal weg zijn? Ik denk dat de meeste mensen al geëvacueerd zijn van familie. Oh, oké. Doe maar. Geef eens. 1, 2... Warm. Meneer Scholte,
Pieter? Pieter, hoor je mij? Anneke? Anneke is veilig bij mij thuis. Hoe voel je je? Ik wil even wat water. Bloedheet. Ik kan het niet uit. Alleen. Nee, het is inderdaad veel te warm. Ik ga proberen je iets af te koelen. Help me even de macht opzetten. Ja. Voorzichtig. Rustig aan. Goed zo. Goed zo. Hier, drink even wat. Ja. We moeten hier weg. Die hitte hier is levensgevaarlijk. Pieter, we gaan proberen je in de stoel te zetten, oké? Okay? Ja, goed zo. Draaien. Ja. Hoe gaan we dit doen? Ik weet het niet. Achteruit de trap af? Dat gaat toch nooit? Het gaat! Het moet! Wacht. We glijden naar beneden. Nou, mam, medisch centrum Groothuis. Maak jullie ontbijten, neem ik het hier weer over. Nee, Anneke, wacht, we komen naar jou toe. Kom. Veel te benauwd. Het water is afgesloten. Er komt geen druppel meer uit de kraan en het hele huis niet. Dat kan toch niet? Ga jij eens bij de buren kijken. En check de buitenkraan. Dan pak ik de campingradio. Misschien zeggen ze er iets over op het nieuws. De buren hebben ook geen water. Het lijkt wel of de hele wijk afgesloten is. Shit, dit kan toch niet? Zoveel mensen zonder water. Ik zei het je toch? Het zal wel weer aangesloten worden. Het water is toch niet zomaar op? Nou, blijkbaar wel. Thank you.
Mam, dit gaat niet langer zo. Er is nauwelijks water meer. We moeten hier weg. Dat kan niet. Naar buiten gaan met deze mensen is levensgevaarlijk. Luister nou naar me. Hier binnen houden we het niet nog een dag langer vol. We moeten hier vandaag nog weg. Anouk heeft gelijk. Vanavond. Na zonsondergang. Nooit goed. We hebben geen keus. Instappen. Deze wijk wordt geëvacueerd. We brengen jullie naar een veilige plek. Doorlopen. Kom op, hier. Instappen. Doorlopen. Doorlopen. Alleen meenemen wat nodig is. Neem het hoofd.